Wauw, wat is dit boek? Hé, jij. Waarom zit je hier te chillen? Te slim. Blijf uit onze buurt. Niet mijn geluksdag, denk ik. Is dit een orkaan of zo? Deze kaarten zijn raar, man. Wat heb je gedaan? Dit is een ramp. Waar zijn de kaarten? Ze vlogen alle kanten op. We moeten ze terugkrijgen. Hier is er één. Wat doe je? Zo spannend. Ik heb net iets verloren. Mijn fout. Wat? De les is begonnen. Ga naar het lokaal. Pak de kaarten. Het is een kwestie van leven of dood. Ik moet gaan. Sakura, de kaarten moeten terug in het boek. Nee, ga weg. Sakura, wat is er aan de hand? Niks. Stil. Hé, wat is er met je bureau? Mijn buik doet pijn. Het spijt me. Professor, mag ik naar buiten? Tuurlijk. Bedankt, professor. Dat is het. Kom naar buiten. Waar is hij? Hé, klein verwend nest. Ik ga je pakken. Mijn hoofd. Wat is er aan de hand? Waarom ben je aan het luieren? Daar is ze. Een vuurdemoon. Wie? Ik zie niemand. Ik bedoel, ze was daar. Niemand gemist. Kan niet ontsnappen. Hé, doe de deur open. Wat was het? De pure hel is door de gang lopen en iedereen raken. Het is een vuurkaart. Je moet hem vangen voordat hij problemen veroorzaakt. Geef een boek door. Verzegel de sleutel. Geef haar magische krachten. Sakura, vanaf nu ben je een cardcaptor. Ik? Nee, nee, nee. Gebruik je toverstaf. Ik zal iets koelers gebruiken. Een brandblusser. Oeps, mijn fout. Wat is er aan de hand? Oh, nee. Ren! Opschuiven. Oh-oh. Achter me, Sakura. Daar ga ik niet heen. Spelen met vuur is gevaarlijk. Wat moet ik doen? Hier is een idee. Kom. Kijk, dat is ziek. Kijk, ik ben een brandweerman. Dus dat heeft het gedaan? Wij waren het niet. Waar verbergt ze zich? Kom naar buiten. Wie zoek je? Ik ben hier. Ik ga niet vliegen. Ik ben sterker dan jij. Dat zullen we wel zien. Dondergod, ik roep je. De vuurkaart is van mij. Sakura, je bent nu een cardcaptor. Zie je, je moet er goed uitzien. Wat? Ga zitten, we beginnen met je haar. In hemelsnaam. Klaar, ik heb iets met haarstyling. Fantastisch, ik ben geobsedeerd. Laten we voor je huid zorgen. Tot ziens, puisjes. De puisjes zijn verdwenen. Make-up tijd. Heeft het gewerkt? Geef me een draai. Oeps, mijn fout. Te sterk. Rustig aan. Ik weet het. Ik gebruik een sleutel voor een makeover. Dit ding
met de krachten van het duister. Ik beveel je ons onder contract te zetten. Los! Het werkte. Ga ervoor. Om de een of andere reden voel ik me raar. Kero, jij gaat eerst. Wow. Hey, ik ben Sakura. Hey, dat was nat. Waterkaart. Laten we vechten. Ik stond net op het punt een perzik te wassen. Dank je. Je zal niet meer lachen. Mijn hemel. Je bent van mij. Sakura, gebruik je toverstok. Dit is het moment. Alles goed. Laat je ware uiterlijk zien, magische kaart. Wauw, het werkte. Heel erg bedankt. Je hebt me gered. Ik moet gaan. Doei! Hij is niet van deze wereld. We hebben weinig tijd. Zet de waterkaart in het boek. Ja, een moment. Oh nee, het is weg. Hoe kan het weg zijn? Misschien heb je het laten vallen. Kom op, zoek. Minder zeuren, meer kijken. Auw! Het staat in de hal. Kijk daar, ik kijk hier. Mijn dierbare kaarten. Dat Sakura gebeuren was vreselijk. Ik moet het goed maken. Wie is dit eigenlijk? Een sms van hem? Laten we afspreken. Oké, snoepjes om 6 uur. Wacht, waar is de ingang? Hier! Haasje. Ik moet me supersnel klaarmaken voor mijn date. Wat denk je? We moeten een heleboel kaarten vangen. Haar. Best schattig. Wat is dat? Lippen. Ik moet ruiken als een god. Helemaal glamorous. Ik ben blij dat je gekomen bent, Sakura. Geniet ervan. Dank je, dat is echt goed. Ik zal je laten zien hoe je vijanden moet bevechten. Je bent geweldig. Uw ontvangstbewijs. Waarom zo duur? Kero heeft dit gedaan. Het spijt me zo. Geen probleem. Ik regel het wel. Hou het wisselgeld. Waterkaart. Jij bent degene die hem heeft gestolen. Nee, het is niet wat je denkt. Je mag alle kaarten hebben. Het spijt me zo. Jij speelde met mij. De deur van dit alles. We hebben eindelijk de magische kaarten. Zet ze waar ze horen. Oké. Wat? Dit is onzin. De goochelaar is een fraudeur. Hij zit zo in de problemen. Ik ben boos. Blijf daar. Ik regel dit wel. Ik ben zo goed in het veroorzaken van drama. Nu heb ik nog meer kaarten. Oh nee, niet jullie twee. Letterlijk, de laatste twee mensen die ik graag zou willen zien. Alsjeblieft, doe me geen pijn. Hé, je bent terug. Alle drie tegelijk. Iemand help. Dat is leuk. Wat hebben we hier? Ik activeer alle kaarten. We zullen zien wat er gebeurt. Laat je geheime kracht los. Wat gebeurt er? Ik haat dit. Help. Nog 1 kaart te gaan. Voor alles.
de magische kaarten waren hier. Geef de rugzak door. Oeps. Het was een ongelukje. Jij gaat met mij mee, Harry Schopper. Ik deed het niet expres. Het was niet mijn bedoeling. Schreeuw zoveel je wil. Ik zag geen vampier daar. Phew. Wat? Frietjes. Het is geen bloed, maar toch lekker. Roos? Vampieren zijn nu vrij. Kom tevoorschijn. Oh, leuk. Dag, lieverd. Pas goed op jezelf. Dag. En ik dan? Jij bent geen vampier. Precies. Ik weet een uitweg. Vampiergroet. Denk dat ze een vampier is. Wat een loser. Nee. Laat me eruit. Jongens, alsjeblieft. Geef deze video een like, zodat ze me vrijlaten. Veroordeelde Kim. Uit. Oh, het werkte. Bedankt allemaal. Waar ga je heen? Ik moet een foto van je maken. Is dat het? Hoe zit het met vrijheid, weet je? Dat is niet eerlijk. Je moet me vrijlaten. Oh, hoe kom ik eruit? Oeh, hoe word ik een vampier? Dat lukt me wel. Plus 1. Tanden. Hoe kom ik daaraan? Ik heb hoektanden nodig. Hey Megan, ik heb een tandarts nodig. Natuurlijk. Doc, patiënt voor jou. Help, ik heb kiespijn. Eens kijken. Wacht even. Handschoenen zijn mijn grootste vijand. Dit is alles wat ik nodig heb. Dus wat heb je laten zien? Stil, als je praat, bijt ik je. Je kan gaan. De patiënt is gezond. En ik moet gaan. Ik heb de tanden. Een vampier hoort een bleke, gladde huid te hebben. De mijne lijkt daar helemaal niet op. Ik wou dat ik een gezichtsbehandeling kon krijgen. Wat is dat? Wow, ja, dat zijn gezichtshulpmiddelen. Geluksvogel. Wow, het heeft gewerkt. De puistjes zijn weg. De volgende stap is mijn gezicht grondig wassen. Heerlijk. Oeh, mijn huid is stralend schoon. Wat heb je? Gadgets en huisverzorging zijn illegaal in de gevangenis. Wat ben jij gemeen? Ik vraag me af of hier eten is. Etenstijd. Hier is je eten. Jee, eindelijk. Ik eet dat soort dingen niet. Weet je, dit eten kan nog van pas komen. Ik gebruik verse komkommers voor een masker voor onder de ogen. Wauw, heerlijk. Wat is het volgende op de lijst? Bleke, heldere huid. Klaar. Ik heb een accessoire nodig, zoals die van haar. Hier is een flesje. Vaarwel, zout. Hey, ketchup. Ik doe er water bij. Voilà, mijn bloedhanger is klaar. Grote vampiervibraties. Echte vampiervibes. Nee, Kim, dat kun je beter. Hier, nu is de fles vampierennek waardig. Ik heb het goed gedaan. Handtekening vampieraccessoire. Klaar. Er is een telefoonnummer.
Ik heb een vampiernoodgeval nodig. Alsjeblieft, het is dringend. Ik heb hulp nodig voor een vampiermake-up. Oh, schat. Ik bedenk wel iets. Hé, er wordt pizza bezorgd door Kim. Oké. Bedankt. Kim, je pizza. Wow. Het is make-up topping pizza. En de saus zijn eigenlijk lenzen. Dubbel wow. Nu kan ik snel mijn make-up doen met behulp van de pizza topping. Hey, wat doe je daar? Wauw, een hele makeover. Het is allemaal dankzij de pizza. Geef me een stuk en ik laat je eruit. Bedankt. Nu ben ik tenminste mooi. Ogen en make-up. Vampierenkapsel zou het volgende zijn. Nou, mijn haar lijkt duidelijk niet op dat van een vampier. Dat zijn veel vampieren. Zo plakkerig. Oh, allemaal zijn stylers en producten. Waardeer het, Rose. Dit is voor jou. Zorg ervoor dat ons haar er bom uitziet. Wat is het? Ik ben in orde. Het was fout, denk ik. Phew, laten we beginnen. Haar. Wimpers. En als laatste de lippen. Oh, wat een fel vampieroog. Nu ben ik prachtig. Vampierkapsel klaar. Hey Rose, ik heb een hapje nodig. Natuurlijk. Ik kom eraan. Wat is dat geluid? Pak de kist en geef jezelf een hapje. Klinkt goed? Oeh, goed idee. Bedankt. Wauw, een doodskistmechanisme voor een creatieve hap. Jee, ziet er legitiem uit hoor. Bijt is een no-no in de gevangenis. Veeg alle sporen weg. Dat werkte bijna. Hey Megan. Er is iemand voor mij. Ik ben hier, in de vergaderzaal. Hey, Kim. Oké, je mag een date hebben. Hey, Rosie. Ik kom. Hey, meer bars. Eindelijk, ik ben zo blij om je te zien. Rose, bijt me. Nu meteen. Tuurlijk, geen probleem. Oeps, het werkt niet. Oh, Rose, je rug. Dag. Ik snap het, je hebt gelijk. Haar is gedaan, make-up is gedaan. Er is een pakketje voor je. Een dossier? Dat is het zeker. Ik moet mijn nagels doen. Vampiernagels, klaar. Het is dutjes tijd. Voelt hard. Oh ja, vampieren slapen in doodskisten. Wauw, oh, dat is de kast van Rose. Vol met vampierspullen. Hier is een geschenk uit de hemel. Wat draag ik? Hallo, Rose. Help me een outfit samen te stellen. Natuurlijk, facetimen. Ik moet de pas voor me zien. Pas, harde pas. Doorlopen. Pas. Dat is nog erger. Volgende. Dat is het raak. Nee. Oeps. Wat? Wie denk je wel niet dat je bent? Ik wil mijn jurk terug. Oh. Dit is precies wat je nodig hebt. Ja. Chic en mooi. XO, XO. Vampier outfit klaar.
De laatste uitdaging is een vampierencape. Hoe kom ik daaraan? Arriva! Je hebt duidelijk mijn hulp nodig. Ik heb een vampierencape nodig. Alsjeblieft. Een cape? Nou. Maraca's zijn geen oplossing. Een vleermuis daarentegen wel. Hier, bijna gloednieuw. Oh, mijn eigen cape. Oh, je bent een peach. Ik sta bij je in het krijt. Cape klaar. Een hapje is het enige missende stukje. Verplaats het voordat Megan het merkt. Megan, verlies je niet uit het oog. Bijten is niet goed. Je hoektanden staan onder arrest. De nerds zijn nu vrij. Wat? Ik wilde zo graag een vampier zijn. Stil, stop met huilen. Veeg je tranen weg. Zo, je oude ik is terug. Ik wil een vampier zijn. Maak je geen zorgen. Ga naar het vampierenfeest. Ze zullen je bijten als binnenkomst. Dag, mijn kleine babyvampier. Megan, laat me eruit. Ik ben maar een nerd. Bril, vlechten, puistjes. Ja, klinkt logisch. Je bent vrij. Dit feest is alleen voor vampieren. Hier is mijn kaartje. Mag ik een hapje? Oké. Wow, ik wil het proberen. Oh, bedankt. Kan ik ook een vampier worden? Nee. Bijt me. Gekke fan. Goed. Ik werd een nerd. Ashley. Bijt geen willekeurige mensen meer. Bedankt. Weg, nerd. Je knoeit met mijn vampieraura. Ben jij ook afgewezen? Kijk wat ik heb. Hoe word je een vampier? Er is een stap-voor-stap gids. Hoektanden, kleren, beten, mantels. Ik ga studeren. Mag ik mee? Ik wil ook een vampier worden. Oké. Wow, is dit je vampierenkamer? Ziekelijk. Het is fantastisch. Het is zo vampierachtig. Ik vind het geweldig. Bedankt. Dit is mijn vampierenhol. Laten we beginnen met onze vampierenvorming. Allereerst laten we deze puistjes eruit zuigen. Oh-oh. Ik heb geen voorbereiding nodig. Ik doe gewoon mijn make-up. Het werkt. Vampieren hebben geen puistjes. Mijn huid is zo glad. Nu schuimreiniger. Geweldig. Vampieren hebben geen rimpels. Mijn huid straalt. Wat denk jij, Kim? Jakkes, wat is er mis? Alles, veeg het af. Laten we de instructies in het boek volgen en beginnen met de hoektanden. Oké, we hebben een professional nodig. Deze tandarts heeft zoveel VIP-patiënten. Meneer Beast en zelfs Elon Musk. Hey jongens, denken jullie dat Elon Musk echt een vampier is? Vertel ons wat je denkt in de comments. Oh nee, dit is te eng. Is dat een martelkamer? Dit is de ergste dag van mijn leven. Ik ga daar niet naar binnen. Blijf kalm, ik ga eerst. Nee, het gaat pijn doen. Ga niet, Kim. Klaar. Wat vind je van mijn nieuwe hoektanden? Jij bent de volgende. Niet bang zijn. Nee, wacht. Kijk, ik heb al hoektanden. Dat is het. We kunnen gaan. Waar kauw je op?
waar zijn je hoektanden? Josie, heb je me voor de gek gehouden? Jongens, laten we Josie helpen. Like deze video en Josie's hoektanden zullen groeien. Mijn slagtanden zijn gegroeid. Zag je dat? We zijn als geboren vampieren. Hoektanden, check. Volgende, kleren. Wow, onze outfits schreeuwen niet echt vampieren. Laten we eens kijken wat ik heb. Rood of gestreept? Nee, je bent niet de oma van Dracula. Wat is dit? Zit je spaarvarken vol met mogelijkheden? Nee, dat heb ik nodig voor school. Oké. Mijn nieuwe tanden. Deze schedel heeft botten van staal. Geef hier, we kunnen het gewoon openen. Oh, juist. Oké. Vliegend winkelen. Ik hou van mijn nieuwe stijl. Wow, nu ik. Sorry, dit is alles wat er over is. Wat? Eén speld? Bevalt het je niet? Gebruik dan je eigen spaargeld. Ik wil ook wisselen. Dat is veel beter. Oké, we hebben onze kleren uitgezocht. Volgende, de vampierenbeet. Laten we ons geluk beproeven bij de club. Ik heb iets bedacht. Tomatensap in plaats van bloed. Hou het infuus vast. Laten we de hoofdvampier voor de gek houden. Klaar. Let op mijn rug. Hi, ik dacht dat je misschien dorst had. Ik heb wat vers bloed voor je. Ze heeft het gekocht. Smakelijk. Vegetarisch bloed? Wat is dit? Bijt gewoon in mijn nek. Nee, daar trap ik niet in. Ga weg. En neem je vergif mee. Waarom vond ze het niet leuk? Kim, wil je een goocheltruc zien? Waarom deed je dat? Het is alleen voor onze transformatie. Het is net een vampiermantel. Oh ja, Josie, je bent een genie. Ik heb ook een cape nodig. Oké, je mag er één hebben. Mijn eigen cape. Nu zien we er super vampig uit. Cape, check. Volgende, contactlenzen. Oké, Kim, niet bang zijn. Laten we dit stukje plastic direct in je oogbal plakken. Voilà, ik ben er klaar voor. Mag ik wat? Nee, ik heb iets beters voor je. Een bril met rode glazen. Wow, het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Vind je het mooi? Laten we het van de lijst schrappen. Wie heeft er pizza besteld? Is dat voor mij? Bedankt. Bijt me, ik ben heerlijk. Wat? Nee, jij weer. Ga weg. Hoe krijgen we die vampierenbeet? Ik heb een idee. We kunnen het gewoon tekenen. Kijk. Je hebt een vampier gevonden en het me niet verteld. Ik heb een stift gevonden. Geweldig idee. Wil je me er één geven? Leuk. Vampierenbeet, check. Wat nu? Haar. Vampieren hebben altijd perfect haar. Niet zoals ik. Ik moet een nieuw kapsel maken. Ik heb een vliegende styler. Het geeft een perfect vampierenhaar. Geen gegluur. Dit noem ik nog eens een kapsel. Ik heb een speciaal accessoire speciaal voor jou. Ik ben de koningin van de vleermuizen. Haar, check.
Oh nee, mijn lippen zien er dun en levenloos uit. Ik moet ze wat groter maken. Wat is dat ding? Je lippen lijken zo groot. Mag ik het proberen? Nee, ik heb kinderlippenbalsem voor je. Je lippen zijn perfect zoals ze zijn. Dank je. Je ziet er geweldig uit, Josie. Jij ook, Kim? Wat voor soort accessoire zou een vampier dragen? Parels natuurlijk. Mag ik er ook een paar? Woeps, mijn ketting. Het spijt me. Ik heb alles opgeraapt. Oké, niet boos worden. Ik kan dit zo oplossen. Ik moet alleen de parels opnieuw rijgen. Vond ze toevoegen om een paar verschillende strengen te maken? We missen iets. Een beetje rood. Voeg rode kristallen toe aan een vislijn. Verf dan een paar parels met rode nagellak. Deze ketting is het perfecte vampieraccessoire. Wees niet verdrietig, Josie. Ik heb ook iets voor jou. Vind je het mooi? Ja, bedankt. De volgende. Nagels. Wat is dat? Je nagels? Ze zien er niet uit. Je hebt een manicure nodig. Oké, prima. Ik geef mezelf een coole vampiermanicure. Vind je mijn nagels mooi, Josie? Ze zijn fantaculair. Ik doe handschoenen aan. Mijn vampierhanden. Geweldig. Laten we nu onze make-up doen. Ja, laten we het doen. Je bent zo bleek. Ik denk dat we de laatste twee dingen van de lijst kunnen schrappen. Zijn we al vampiers? Ik heb alleen een tas nodig. Deze schedel zou perfect zijn. Ik stop er al mijn spullen in. We zijn klaar om de wereld te veroveren. Laten we gaan. Wow, zo vampy. We willen naar binnen. Jij weer, ga weg. Nee, jij gaat eruit. Wow, ze sloeg haar. Stop. Heb je tegen mij? Vampierenkus. Wow, mijn droomvampier.